Is er nu veel ruimte tussen? Ik ben gewoon op beeld, man, bro. En jij bent ook op beeld. Ik zijn gewoon op beeld. Ah, we zijn er. Ah, eindelijk. We beginnen gelijk. Maar die thee is niet volledig in beeld, dus zien we gaan toch ook drinken, Nick? Ja, dat zien ze sowieso. Heb je het geproefd wel? Nog niet. Proef iets. Oh, je moet het heet drinken, hè? Je moet ook gewoon zo... Trouwens, ze weten niet eens wat het tappen is. Ze denken dat het tappen. Nee, maar ze gaan van... Ja, man, vibe. This vibe. Is beter dan deze whack-ass shit. Is sowieso beter dan deze whack-ass shit. Maar ook wel een beetje beter dan deze. Kijk, ik tap wel liever dit dan dit. Maar die moeite, zeg maar, hiervoor moet je doen. Gewoon een half uurtje, gewoon je moet er de tijd voor nemen. Maar dat is juist die vibe, toch? Is een vibe, man. Ja, man. Is een vibe. Ah, ben je ready om te beginnen? Ja, man. Wat gaan we doen? Kom, we beginnen met deze. Ik maak doet zoveel moeite met AI. Vragen bedenken van AI. Ik heb deze in die pakje al gezet. Ik ga het niet weer. Ik denk dat ze gewoon een boek hebben gefixt of zo. Met al die met die quotes en gewoon een XXL bestand gewoon. En dan van AI kopiëren, plakken gewoon. Of ze hebben... Sterk. Denk je dat ze echt iemand hebben ingehuurd? Gewoon zo'n spirituele guy die vragen stelt. Zou wel nice zijn, man. Maar als ze dat zouden doen, dan zouden ze het ook wel echt laten zien. Van, we hebben die guy ingehuurd. Want dat zou, ik weet niet, man. Dan zouden mensen nog eerder die dingen bij. Ik heb dit nooit in de reclame zo gezien. Van, nu in onze theezak hebben we nu ook vragen. Wanneer begon het eigenlijk? Ik weet niet, man. Dus opeens hadden ze die quotes. Was dat sinds vroeger? Nee, man. Maar ik denk niet zo lang thee, hè. Ik denk pas een paar jaar te steen nu. Ik denk ook om misschien 3 jaar of zo dat ze die vraag shit doen. Ik ken niet de meest gekomen. Kunnen we beginnen? Ja, laten we. Swag, 85 flip back again met een nieuwe video. Ik ben met mijn brother Debo in this bitch. We zijn in de building. Hey, we zijn stel in de je zelf even kort voor. Voor de mensen die niet kennen. Hey, Debo. Oké, okay, dat is kort toch? Sterk. Maar hey, toch, we zijn in deze bitch. En je staat een beetje te ver naar die kant, dus kunnen we een beetje die ding draaien of... Kill, we moeten die... Kom eens zetten die fisheye, bro. Kill, maar dan zie je toch apart. Wil je zien hoe dat eruit ziet? Kunnen we wel doen, maar... Gewoon even testen, bro. Is toch vaag als je een YouTube video kijkt met fisheye en shit. Dat is toch een hele vibe? Ik weet niet. Okay, we hebben even die lens verwisseld. Maar ik fuck hier niet mee, dus... Voor de volgende keer mocht ik met deze boy een video maken. Moeten we deze gebruiken of niet? Ik denk het geeft wel een vibe, man. Ik denk echt wel vibe, man. Dit is wel echt die videoclip vibes. Als je ook gewoon zo dichtbij bent, heet toch? En check hoe die thee in beeld is, bro. Voelen jullie die thee zo in beeld? Damn. Kijk, dat is hele vibe, man. Zo gewoon dit aanhouden. Ik zeg voor wel, man. Maar wat is dit? Is dat die kapje? No, man, bro. Het is denk ik... Het gaat diep, toch? Kill, was dat de gordijn? Nee, toch? Nee, dat is de deur naar mijn kamer, man. Ja. Op zich is wel een vibe. Is wel een vibe, toch? Maar het is ook wel apart, man. Is wel een vibe, check die vibe, bro. Damn. Ziet er echt gewoon videoclip achter uit. Moet ik een plant op tafel zetten? Misschien brengt dat extra vibe, man. Een beetje die oekoe, dan vullen we het gewoon een beetje op zo. Voel je het? Je voelt zit het op, zit eens. Is die ding nu niet in gezicht? Gewoon een beetje zo. Het is wel een hele opvulling. Voel je het? Ah, we doen dit gewoon. Ga je dit in het filmpje zetten? Nee. Heel die stappenplan tot dit. Ik denk het wel, man, want dat is wel grappig. Even kijken, staat die camera niet scheef? Kan je nu niet focussen? Ja, nee, man. Met zo'n lens heb je alles in focus, man. Wow, ook nog. Oké. Maar volgens mij hangt die een piece scheef, man, bro. Kijk. Cringe je daardoor. Je ziet toch dat die scheef hangt? Je ziet toch dat die scheef hangt, bro. Kill, heel deze shit boeit mij niet eens. Sorry, man, maar... Ik vind het wel belangrijk, bro. Laten we beginnen dan. Nu beginnen we eindelijk aan de video? Ja. Okay. Eigenlijk moet die deur in de back niet dicht, want het irriteert me eigenlijk ook. Maar misschien ben ik perfect. Die moet wel dicht. Ja, hè? Kijk, maar het fokt die vibe op, zeg maar. Van, nu lijkt het een cabine, zeg maar. Nu lijkt mijn woonkamer een cabine. Toch? Dat is derm. True. Alright, let's go. Kill, deze lens is gek. Hoeveel kost deze? Een paar barkies, man. Ja, maar Mattie van me heeft hem vorige week nog gekocht. Ja, het is wel een paar barkies. Een paar barkies, is dat 8 barkies of zo? Twee barkies. Ah, zeker. Ja, zeg maar ik wou het interessant houden. Zeg me die naam. Samyang 8 mm. Ik heb hem nu op beeld. Samyang 8 mm. Ik ga dit sowieso niet onthouden. Swag, 85 Flame, back again met een nieuwe video. Je zag heel het proces, dus ik ga niet eens zeggen dat fish eye toch. Laat in de comments weten of het gaande is met deze lens. Het is ook zo gaande. Maar we zijn in deze bitch met mijn boy Debo. Deze man, hij sipt elke dag thee. Op een dag
had ik gewoon tegengezet. Ik zag gewoon aan die touw waar die T aan hangt, van er zit een vraag op die D. Dus ik dacht, hoi, dat is best wel een gek idee om een video mee te maken. En toen dacht ik van, hé, deze guy hier naast me zit alleen maar T. Alleen maar. Dus hé, toch? We zijn nu in deze bitch. We gaan één pakket openmaken, deze, die of die. Deze man, fuck niet met deze smaken. Weird, ja man, dit is een beetje voor kinderen eigenlijk, of voor, nou laat me dat niet voor zeggen. Voor chimijks. Ja, ik wou het niet zeggen eigenlijk, maar deze is niet voor... Real man. Ja, voor de real niggas. Deze is wel voor de grown ass niggas. Kill. Deze is voor de stiffe bejaarde oma's. Deze... Ook, maar ook voor de real ones. Ik zou daarop terugvallen, want we sippen hier. Dus zoals je ziet, cheers, my brothers. Dit is de real Turkish tea vibes, heet toch? Chai kurize. Ja man. You feel me? Fuck je met dit? Ik fuck sowieso met dit man. Dit meer is... met dit zoals je ik fuck, ik fuck meer met dit dan met dit. Alleen die proces om dit te maken is wel een procesje man. Je moet wel echt... Kijk, dit is binnen 5 minuten done. Dit is... Hiervoor heb je 3 kwartier nodig. Damn, true. Maar je kan nu gewoon elk moment weer schenken. En het is heet. Dus dat is damn. Ja man. Maar je toch, de idee is nu gewoon Pickwick Q&A te doen. We gaan die dingen open doen, we gaan vragen checken, lezen. Dan gaat hij het beantwoorden, ga ik het beantwoorden. En ja, jeet toch, we zijn deze bitch. Aan jou de eer, omdat jij een theeliefhebber bent, om de eerste te pakken van welke je wilt. Idee. Ja, deze is wel spannender openmaken, man. Dus ik... Waarom niet deze? Zeg dat gelijk, want wij weten het al. Maar we kijken het kijk, niet. Kijk, met deze, als je het zeg maar zo openmaakt... Breng wel dichtbij, want... Dan liggen al die theezakjes, ze liggen eigenlijk gewoon open. Dus het is gewoon helemaal niet spannend of zo om... We vallen om direct theezakjes... in de vraag. Ja, je ziet die vraag gewoon gelijk. Kijk, je ziet al die vragen. Zie je? Je ziet gelijk die vraag. Maar deze moet je helemaal openmaken, man. Dat is nog spannend. Dus als je openmaakt... Ik ga nu eentje openmaken, je gaat die spanning voelen in je body. Dat doen we ook nog zo. Ze gaan het hele proces zien. Damn, die beeld. I fuck with it. Eerste vraag. Hij staat nu niet scherp. Ja, maar als je te dichtbij bent, waarschijnlijk. Oh, maar maakt niet echt uit. Oké, ik heb het opengemaakt en ik ga hem er nu uittrekken. Voelen jullie die spanning? Nu moet je die hartklopping in die edit gooien. Oh, hij staat niet scherp. Volgens mij kunnen ze het niet lezen, man. Kunnen jullie het lezen? Nee, hè? Nah. Maar oké, laten we gewoon naar de vraag gaan. Ik kan het ook gewoon voorlezen, je weet toch? Wat is jouw favoriete dag van de week? Ik denk donderdag, man. Okay. Die van jou? Vrijdag sowieso. En waarom vrijdag? Ik eet op vrijdag, ik eet in het weekend alleen pindakaas, toch? Want als ik door de week pindakaas ga eten, eet ik te veel pindakaas, man. En in het weekend eet ik best wel veel pindakaas. En op vrijdag, vanaf vrijdag mag dat. Dus vrijdagochtend wanneer ik wakker word, eerst wat ik doe, is pap eten met pindakaas, man. Dus daarom kijk ik altijd is dat de real shit? Ja, man. Zegt. Hoezo zou ik hierop verliezen? Waarom zou ik dit bedenken? Ik snap, maar what the fuck? Hoe chap je niet door de week pindakaas? Yo, ik chap fucking veel pindakaas. Als ik ook nog door de week pindakaas ga eten, dan is het gewoon te veel, man. Dan, ik voel me ook altijd kut nadat ik pindakaas heb gegeten. Maar het is gewoon, het is lekker. Maar daarna dan, kan ik niet meer bewegen, want ik eet veel pindakaas. Je weet, ik ga die rapper shorts... Die erin editen nu. Hij gooit hem nu. Na pindakaas gegeten dus. Weird. Maar waarom donderdag? Weird. Waarom donderdag voor jou? Weird, we zijn nog steeds niet klaar met jou vrijdag, want nog steeds hella weird. Gewoon, je denkt vrijdag, pindakaas in deze bitch? Ja man, letterlijk. Weird. Ik word wakker, soms besef ik niet eens wanneer ik wakker word van het is vrijdag, ik mag pindakaas. Vrijdag, je wordt wakker, pindakaas. Oké, is die antwoord. Waarom ik denk van donderdag, is van ai, maandag, je denkt kut, week is begonnen. Je moet weer naar werk of je moet naar school. Dinsdag, je bent in die besef van... Week is nu echt begonnen. Zit erin. Woensdag is het al cool. Je bent al gewend aan de week. Donderdag krijg je die besef van... Yo, morgen is vrijdag. En dan begint mijn weekend. Jeet toch? Maar nu is die vraag misschien van... Waarom niet vrijdag je favoriete dag? Of zaterdag, want dan ben je ook echt vrij. Hele dag. Ik snap. Maar kijk, vrijdag, je bent... De dag is al een feestdag, soort van. Jeet toch? Vrijdag, ja. Maar het is altijd beter die voorproefje van... Oké. Jeet toch? Morgen is vrijdag. En dan overmorgen is zaterdag. Ook al kan je het beter denken van... Zaterdag is het al de feestdag, soort van. Kill. Maar op donderdag ben je ook niet... Je bent niet vrij op donderdag. En true. Na donderdag, je kijkt wel uit naar vrijdag. Maar je moet die volgende dag ook gewoon werken. Dus er is eigenlijk niks lid... Aan het jawel. Want dan heb je die gevoel van, oké, het is bijna weekend. En dat is voor mij
leuker dan al in de weekend zijn ofzo. Je hebt wel gelijk, want als je denkt van donderdag bijna weekend. Want sommige mensen hebben dat pas op vrijdag, dat ze dan pas denken van bijna weekend. Maar het is gewoon mentaal dat je dan denkt van ik heb eigenlijk maar 4 dagen dat kut is en 3 nice dagen. Soort van. En jij hebt dus maar 3 dagen kut, want donderdag heb je al, is het al vissa bij jou, is jouw favoriete dag. Dus je hebt 4 litte dagen. Je hebt donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag lid. Kijk. Maar de meeste mensen is het... De ding is, everyday lid. Oh, bij mij niet, man. In ieder geval, laten we doorgaan. Moet ik nu iets pakken? Ja, jij moet nu pakken, man. We zijn gewoon nu pas toe aan de tweede vraag. Kill, gaan we zo lang praten bij elke vraag? We zien wel, man. Hangt vanaf de vraag, toch? Als het diep is. Oh my god. Doe jij dat taan? Oh my god. Oh, spannend. Dit is gelijk die ASMR. Oké, als ik hem zo optrek, dan komt de vraag gelijk in beeld. Ah, die jullie niet kunnen lezen, want het is niet scherp, maar... Ik heb zelf niet gezien. Dit is wel een goede vraag, man. Wat is jouw ochtendritueel? Damn. Damn. Wat is jouw ochtendritueel? Moet ik nu beantwoorden? Ja. Ik weet niet eens. Het is niet iets wat ik elke ochtend doe of zo, of specifiek moet doen. Tuurlijk wel chappen en je tanden poetsen en zo, maar het is gewoon wat ik doe. En ik maak er niet zo'n ritueel van of zo. Ik zie het niet tenminste als een ritueel. Ja. Terwijl dat misschien wel een ritueel kan genoemd worden. Is gewoon is beter dat je dat doet toch ook? Want anders zou je wel onkie zijn. Wat is onkie? Stinken. Ja. Het is wel goed dat je doucht. Maar sommige mensen hebben dat niet in hun ritueel. En, ik douche niet in de ochtend, hè. Oh, waarom? Toevallig vandaag wel, omdat ik die shit heb gedaan. Waarom douche jij niet in de ochtend dan? Ik weet niet. Voelt gewoon niet like something. Douche jij in de avond? Oké, ik doe nu die cross trainer shit in de avond en dan ga ik daarna douchen. En dan ga ik pitten gelijk. Ja, ik moet wel douchen om wakker te worden. Voel toch aan hoe vies ik mezelf voel, je toch? Ja. Als ik wakker word en ik ben niet koud en fucking zweet, dan denk ik van ai. Ja, ik zweet fucking snel, dus ik douche wel soms 2 keer op, vaak wel 2 keer op de dag, man. Ja, ik zweet fucking snel, man. Ik zweet na het slapen, ik zweet ook gewoon als ik van werk kom of ik heb gesport of zo. Dus douchen en tandenpoetsen staat in je ochtendritueel. Niet altijd, wel tandenpoetsen. Tandenpoetsen, ja, tandenpoetsen sowieso. Chappen sowieso. Chappen is belangrijk. Maar je hebt ook mensen die chappen niet eens in de ochtend. Ja, ik kan dat niet, man. Want dan fok ik mijn dag al gelijk op. Ik fok mijn dag gelijk op. Als je te veel chapt in de ochtend, voelt gelijk blessing of zo. Je denkt van, het is 5 uur, ik heb nog steeds geen hongergevoel of zo. Ik heb soms wel, zeg maar, als ik in de avond fucking veel heb gechapt, dat ik dan die ochtend daarna niet echt honger heb. Maar dan ga ik alsnog wel gewoon, desnoods een banaan eten of zo. Gewoon iets. Moet wel gewoon... Ik moet wel energie hebben ofzo. Maar ja, man. Maar wat is jouw ochtendritueel? Ik word wakker en het eerste wat ik doe is mijn okkie pakken. En dan kijk ik op YouTube of er nieuwe academics video's zijn. Damn. En dan zet ik mijn telefoon weer weg en dan ga ik bidden. Dan ga ik chappen en dan tanden poetsen. Maar je hebt geen social media dus. YouTube is mijn social media, man. Dus ik ga naar YouTube en dan check ik gewoon of DJ Academy of er gekke nieuws is. En dan checken ze Twitch ofzo of andere video's. Heb je veel tijd voor je gaat werken of naar school gaan of weet ik veel, op een dag? Hoe laat word je bijvoorbeeld wakker? Ik word 8 uur wakker en ik doen meestal dan rond 3 uur pas. 3 uur tot in de avond, in de ochtend. Damn, je hebt van 8 uur tot 3 uur de tijd. Oh ja, ik ga ook sporten, man. Ik ga altijd sporten in de ochtend, man. Want heb ik het gehad. I feel that. Heb ik vandaag ook gesport. Als je in de ochtend sport ook, dan voel je ook de rest van de dag ook goed. Want je hebt gesport. True. Ik zit nu in die feelings. Ja, man. Je hebt een soort van kick van, ik ben die gezonde boy. Begrijp je? Juist. En als je dat in de avond hebt, ga je slapen met het gevoel van, ik ben gezond. Maar ja, dan heb je niet de hele dag kunnen flexen met dat je hebt kunnen sporten. Maar hoe laat slaap je dan dat je 8 uur wakker wordt? Als ik niet tune, dan probeer ik wel rond van 10 tot 11 wel in bed te liggen, man. Oké, ik slaap rond 2. Ik word 10 uur ongeveer wakker. Okay, ik ben ook zo'n guy die wakker wordt en dan gewoon in bed blijft liggen en shit. Maar wat doe je dan tot 2 uur s'nachts gewoon film kijken? Want je bent niet op de hoogte van wat er wordt gedropt. Dus wat doe je dan op YouTube? Check misschien dat niet, maar ik check gewoon social media dan. Weet je toch? Social media is lid, hè? Nu met 6ix9ine. Hij is niet zo heavy meer gaande, maar je toch, fuck hem. Laten we ik zie zijn shit wel voorbij. Laten we gewoon verder gaan. Laten we verder gaan. Volgende vraag. 30 uur lang video. Ja, we zitten pas bij de tweede vraag. Jullie kunnen nogmaals niet lezen, maar ik zet het alsnog in jullie visie. Oh, welke film heeft echt indruk op jou gemaakt? Kijk, degene die het pakt, heeft tot nu toe beantwoord als eerst, dus... Oh, ik moet hem... Ik ben nu
die film aan het checken, American History X. En ik vind die wel, die heeft wel veel impact op me ofzo. Want normaal kijk ik films, zeg maar, over... Maar hebben die helemaal al gecheckt? Of ik moet nog 10 minuten kijken. Ik kijk het een beetje in deeltjes, want ik kan me niet lang concentreren, toch? Maar normaal kijk ik kino, zeg maar, over black people die worden onderdrukt. Dat vind ik gewoon nice om te checken. Ja, het is gewoon interessant om dat weer te checken. Ik heb dat ook, is niet een rare iets wat je net hebt gezegd. Zo. Zeg maar, met die films zie je zeg maar, hoe nazi's, zeg maar, neonazi's worden beïnvloed. Volgens mij heb ik diezelfde film ook wel eens gecheckt. Is het is een derme kino, man. Is het zo dat ze op die stoep die... Ja, man, fucked up, man. Wow, hij laat die guy gewoon... Hij haat gewoon niggers en hij laat gewoon die nigger gewoon... Zijn tanden op de stoep zetten gewoon. En dan hij trapt. En dan trapt hij gewoon zo vanaf de achterkant. Pap. Gewoon gelijk dit gewoon. Die heb ik nog nooit gezien, man. Daar haat je echt niggas, man. Maar ik vind het gewoon interessant. Van, hoe kan je niggas zo haten? Maar hoe kan je gewoon niggas zo haten? Waar komt dat vandaan? Kill, laatst. Ik was gewoon wezen vissen met familie en shit. Nee, toch gewoon. We zitten daar op een tafel. Naast ons is gewoon een tafel met tata's en shit. Nederlanders en shit. Ik hoor die guy gewoon. Die guy is fucking 10 jaar of zo. Weet je wat hij zegt? Wat, niet tegen mij, maar toch, hij praat met zijn familie en shit. Ik kon hem gewoon zeggen van, oh, ik ben net als Geert Wilders. Ik haat ook buitenlanders. Ja. Jeet toch? Hij zegt het niet tegen mij, gewoon tegen zijn familie. Maar ik hoor dat gewoon, kill. Die guy is, die kind is gewoon... Ja, man, maar... Zeg maar door die kino... Heeft hij die haat al? Door die kino besef je wel, zeg maar, dat je... Je wordt niet geboren met die haat. Dat komt sowieso van iets externs. Van familie of je omgeving. En zeg maar, met die kino zag je ook van... waren gewoon veel mensen die zich gewoon best wel zwak voelden, zeg maar. En ze zochten gewoon steun in een groep. En dat vonden ze in zo'n racistische gang. Maar ja, wat was jouw favoriete kino? Tenminste, een kino wat echt indruk op jou heeft gemaakt. Want ik heb sowieso wat op mijn lijstje. Kijk, ik heb een film die ik 1 keer heb gecheckt. En het pakte me zo fucking gek. Ik dacht van, wow. Weet toch? En ik heb... Toevallig gisteren dezelfde film gedownload om te checken in de terugreis. Want ik heb net ook een film gecheckt. Okay. De film die ik net had gecheckt heet Paul. En was wel een redelijk stevig film. In ieder geval fuck de film. Maar heet toch, de film die ik straks ga checken onderweg naar Enschede is Truman Show. Heb je van die ding ooit gehoord? Truman Show? Nee, man. Het is gewoon een kind wordt vanaf zijn geboorte, zelfs tijdens dat hij in de buik zit, wordt gewoon gelivestreamd. What? Heel de leven lang. What the fuck? Heel de leven lang. Gelivestreamd? Ja, man. Op YouTube? Gewoon zijn leven... Kijk, hij is veel. Nee, maar uit welk jaar komt de film? Dit is een best wel nieuwe film, denk ik. Nee, het is wel 2001 of zo. Maar toen was livestreamen niet eens een ding, of wel? Nee, maar toen had je wel tv. Okay, met live tv en zo. What the fuck, man. Maar in ieder geval, zijn leven van die Truman is gewoon... Gek concept. Gewoon een serie alsof die mensen kijken. Oh, een serie? Kijk die Big Brother of zo. Ja, ja, ja. Dat ze gewoon hun wereldwijd filmen terwijl... Maar het is een serie. Nee, oh, mensen kijken zijn Libby als een serie. Juist dat. What the fuck, man. En heet toch, de film is zo gek. Want hij heeft gewoon een hele platform waar hij leeft. Wat zijn wereld is. En hij praat gewoon met mensen daar. Hij heeft gewoon vrienden en shit in zijn wereld. Maar iedereen is acteur in zijn leven. Ja. En hij... questioned gewoon zijn leven. Hij praat met iemand. Hij zegt van, yo, life is weird of zo. Ik heb het gevoel dat iedereen mij aankijkt of zo. Begrijp je? Hij zegt gewoon dat tegen zijn mattie. En die mattie gaat eindstand naar huis, zeg maar. En dan die buiten de echte wereld zegt gewoon tegen hem van, yo, waarom praat je zo met hem en shit? Hij wordt misschien ontslagen van die wereld en shit. Gewoon het hele concept is, die Truman, zijn leven, is gewoon reality show. En er is ook één... Ja, ik wil niet verklappen, maar in ieder geval... Dat. Ik wil dat wel vlakken, maar het staat op Netflix. Ik weet niet vast wel. Maar je hebt gedownload. Kill, die Truman Show, die Truman, is gewoon Jim Carrey. Dus is een gekke film. Jim Carrey, qua... is dat, oh, dat is die Yes Man van Yes Man. Juist. Dus qua budget en zo is het wel echt een gekke film. Mm. En ik vind dat het tijd is to reveal this shit. Ja, ik ook, maar ik wil net zeggen. En ik schrijf me even op die film. Wakas. Hi, we vullen even deze glazen, heet of we komen zo back, swag. Damn, ik moet echt gewoon heel die ding aanraken voor het hele scherm zwart te hebben. Swag, we in this bitch with the Turkish tea. Refill. We in this bitch. Refill. You feel me? Refill. Ah, ik ga gelijk door. Ah, ik ga gelijk door. Met een vraag. Wat zou je nog eens willen leren? Wat voor snel, jeet toch? Ik zou willen leren... Begin jij eerst, man. Ik zou wel een ander... Oh, ik moest beantwoorden als eerst. Ja, sowieso. Ja, ik was dat vergeten.
Maar wat ik zou willen leren is gewoon een andere taal misschien, heet toch? Communiceren in een andere taal voelt ook gewoon als een ander soort vibe. Maar ik zou nog veel shit willen leren. Maar dat is een van de dingen die... Mocht ik nu één ding kiezen, dan zou ik gewoon denken van... Ah, leer me bijvoorbeeld... Braziliaans of zo, Portugees of zo, heet toch? Brazileiro. Dat is wel gek, Boca man. Juniors. Dan pak je wat, ja, die amtjes, die Braziliaanse amtjes. Snap je? Ja. Op die vlak, zeg maar, dan zou ik wel Frans willen leren, want gewoon niggas die Frans kunnen praten, zijn wel koude hard. Ik snap die. Of ik zou Brits willen leren. Kill, dat is ook wel hard. Brits is gewoon Engels, maar dan ja, maar accent. Gewoon, ja, maar gewoon dat accent gewoon. Maar gewoon, ik zou denk ik, nee, Frans, maar, ik zou wel Frans willen leren. Waarom ga je mij nu naapen met die language? Ja, je hebt me geïnspireerd, toch? Maar wat zou ik nog meer willen leren? Hoe je money maakt, nog meer. No man, het is gewoon stabiel. Oké, ja, nou, eigenlijk ietsjes meer zou wel nice zijn. Want als je meer money hebt, dan zou ik bijvoorbeeld niet twijfelen om dat ding te halen. Dan zou ik dat ding gewoon gelijk gewoon kopen. Zonder het na te denken. Dan had je het al. Ja, maar aan de andere kant... Is het een kwestie om leven en dood? Nee, het is eigenlijk gewoon stabiel. Maar wat ik nog meer zou willen leren, echt zou willen leren... Is? Misschien nog meer gerechten kunnen koken uit mijn hoofd of zo. Maar doe je dat ook? Probeer je ook gewoon nieuwe shit? Ja, ik probeer wel vaak. Die jollof is ook nieuw, man. Wist het voor deze week niet. In de categorie van wat je allemaal kan en shit. Wat ik zou willen leren koken, bedoel je? Nee, ik bedoel gewoon die jollof shit. Ja. Die is gewoon nu in een categorie van wat je kan maken. Ja, ja, het is gewoon iets was wat ik geen kan. Vraag. Was oh ja, oh, ja. Ik kan het gewoon flippen, man. Ja, man. We gaan het zo zien. Ja, man. Next dus question. Wij gaan het zo zien en hun gaan het zien in een andere video. Andere video, man. Swag. Swag. Next question. Ik denk gewoon, laten we dit gewoon finishen. Dan wordt het al een fucking lang. Wat is jouw favoriete genre boeken? Boeken? Drama. Drama, je moet gewoon, als je dat is gewoon ook de enige boeken die ik uit kan lezen, man. Gewoon wanneer je het zielig vindt voor mensen, gewoon, hè. Gewoon, dat je, dan als je wanneer je een goede dramaboek leest, dan besef je ook gewoon hoe goed jouw eigen Libby is. En ga je gewoon blij zijn van, ik zit niet in die Libby, ik heb die stress niet, maar wel fire voor die guy. Net als met dramafilms eigenlijk, gewoon. Drama is wel het beste, man. Leuk. Ik lees Wendo boeken. Maar je hebt wel gewoon, is je favoriete genre, toch? Als je een boek hebt, van, je hebt ook illustratieboeken, hè? Gewoon met plaatjes. Okay, dat is ook leuk. Dat is mijn favoriet dan. Ik weet het niet. Ik lees namelijk geen boeken. Kijk, ik lees wel boeken van voetballers en shit. Dat is jouw genre dan, bro. Dat is de enige boek die ik nu lees of zo. Dat is jouw genre. Wat is het laatste compliment dat je hebt gegeven? Oh, jij moet die zelf beantwoorden eerst. Ja, ik dacht ook van... Oké, maat word jij hem eerst. Nee, toch? Ik wou niks zeggen. Want ik had al in de gaten dat ik het als eerst moest beantwoorden. Maar nee, toch... Ik weet niet, man. Ik denk er niet zo bij na van, oké, ik heb dit nu een compliment gegeven. Hey, toch, ik doe het en dan gebeurt het gewoon. Ik sta niet bij stil van, oké, ik heb compliment gegeven. Begrijp wat ik doe. Ja. Ja, dus dat. Ja, ik was ook even aan het nadenken, man. Ja, gisteren zo'n Amst bij mijn werk, die ging weg. En moesten dan complimenten opschrijven voor haar. Dat is het laatste wat ik heb gedaan. Ik heb gezegd dat ze zorgzaam was, gemotiveerd. En een sterke vrouw was. Damn, die sterke vrouw is wel gewoon... Is belangrijk, bro. Ai. Dus dat willen vrouwen horen. Dat willen vrouwen nu horen. Als ik dat zou zien, dat ze zijn. En ze was ook wel een sterke vrouw. Ik bedoel... Ja... Ze lijkt ook een pisje op Latifa. Damn. En dat is gewoon de definitie van sterk, toch? Als een... Ja, Latifa is wel gewoon... is wel... Ja... Zij blaast je wel. Waarom fix je het niet, Kiel? Ja, ik weet niet, man, bro. Ik heb geen game, toch? Nee, maar... Probeer... Kon je toch wel doen? Van je kon zeggen van, oké. Hoe was jouw band met haar? Kijk, deze stuk moet skippen. Ik ben gewoon open, man. Ik hoop alleen dat ze de video niet ziet. Nou, eigenlijk maakt het niet eens uit. We hadden gewoon een goede band, maar het is niet echt dat we gewoon elkaar box gaven of zo. Maar we hadden wel. Was het puur werk-related? Ja, soms hadden we het even over pokus, want zij luistert ook wel gewoon dermo pokus, toch? Maar ja, soms heb je gewoon niet die klik of zo, toch? Dat had je niet met haar. Is gewoon wat chill, maar je weet toch, is niet van, je weet toch. Nee, maar kill, kon je niet zeggen van, oké, kom een keer chillen of zo. Poeh. Had niet eens. Ik kan het wel gooien. Daten of zo. Ja, gewoon chillen, weet toch, hoe wij nu hier zijn, kon je toch met een chimite hier chillen. Ja, klopt. Dat had niet ik, zeggen ja. Dat je geen chimites hebt. Maar kijk, zeg maar, ze is wel gewoon echt, ze was wel derm. En ze is ook wel gewoon een sterke vrouw. Maar aan de andere kant, kijk, als ik zeg maar op Juno, zeg maar, niet die klik met je heb of dat we niet echt...
echt kunnen lachen of zo. Waarom zou ik dan in mijn vrije tijd geforceerd met je gaan chillen? Ik snap dat je zo kan denken, maar hoeft toch niet per se. Ja, want zeg maar, buiten werk. Klik, ja. Misschien hebben jullie die klik nog niet ontwikkeld. En misschien is die klik zeg maar niet op June. Kan ook. Maar gewoon buiten kan June ook, dan kan ook. Komen mensen misschien wel uit hun schuld. Begrijp je? Nee, ik weet niet, man. De eerste keer toen wij gingen meeten was wel een gekke dag, die buurman shit. Ja, dat was maar gelijk wel gewoon. Het was gelijk niet deze klik toch, wat we nu hebben. No ja. Homo. Maar ja, toen was ik. Toen waren er ook best wel veel mensen, toch? True. En ik was sowieso loesoe toen. Nee, maar niet de hele dag. Nee, was ik niet de hele dag loesoe. Want wij waren toch eerst samen, toen gingen we wat gingen doen. Hoe begon die dag? Ik dacht, je kwam gewoon naar Fini en je had je mic aangezet en we gingen ham. Dat is hoe het in mijn hoofd is gebeurd. En we bleven daar gewoon nacht, die hele nacht lang. En dat die maag vroes kwam en die hond was ook nog daar. Ja, ja, true. We gaan het niet over die hond hebben. Nee, maar de tweede keer dat ik kwam was gelijk die FIFA dag dan. Was dat die dat tweede was keer? Ja, maar weet je wat is? We hebben ook best wel vaak via app gepraat. En gewoon, we hebben gewoon vaak via Twitter ook toen. True. Dat het gewoon leek alsof we gewoon matties waren. Gewoon dat we die connectie hadden. Dus toen ik je ook voor het eerst zag, was gewoon alsof ik je al jaren kende. Maar ik had ook gewoon veel clips en zo. Dus ja, dus daar, ik heb je al gezien. Jij had mij misschien niet gezien. Want ik ben niet zo veel op YouTube. Nu wel. Nu ben ik wel voor de tweede keer op YouTube met Achie. Derde keer. Want die eerste keer de FIFA shit. Ja, man. Straks ook nog kookvideo. Vierde keer. Die gaat hem. Ik ben bijna BN'er. Word bijna herkend op straat. Je bent vaker op YouTube dan mij. Shit, man. Ik moet maar een beetje rust gaan. Wat was de vraag nou? Complimentje. We hebben het allebei dus beantwoord. Ik niet echt, maar fuck it. Oh ja, je kon niet meer herinneren. Je bent een sterke vrouw. Ah, thanks, man. Ah, ik ben een sterke vrouw. Voor wie wil je meer de tijd nemen? Voor wie? Dus echt een persoon. Ja, voor mezelf. Sterk. Ja, voor mezelf, man, eigenlijk. Ja, ook wel mensen omheen zie ik soms wel te weinig of zo, maar aan de andere kant, het is ook wel gewoon goed in balans. Jou zie ik wel echt weinig trouwens. Dat was nu 3 maanden geleden of zo. Ja, maart. Ja, maar jij woont ver en ik joine altijd een weekend, dus dat, wanneer die gaatje daar is. Maar wel love dat je. Ja. De waardering hoog heb, dat je heet toch? Het moet korter of zo, want maart is alweer 4 maanden. Wij zouden elkaar wel vaker moeten zien, man. Voor jou ook. Komt goed, inshallah. Ja, inshallah. Dus voor jou sowieso, maar ook voor mezelf. En kijken, ik wou zeggen mijn broertje, maar mijn broertje heeft denk ik geen zin om meer te flexen dan dat we al doen. Dus, of juist wel. Ik weet het niet, man. Hij is ook wel. Hij heeft ook zijn eigen leven en ik denk dat hij elke dag wil chillen. We chillen nu zeg maar eens in de 2 weken of eens in de maand of zo. En we bellen wel gewoon vaak. Voor wie zou jij weer meer de tijd willen nemen? Voor alles. Ik denk mijn mind is gewoon. Maar als je één iemand moest kiezen? Kijk, jezelf is Carlos sterk. Want je denkt, tenminste, ik denk van oké, ik moet dit doen nu, moet dat doen nu. Hier toch editen en shit, bla bla bla. Maar ik sta nooit stil bij van, je moet relaxen of zo. Ja, je zegt net bijvoorbeeld van dat je nooit op een strandje hebt gelegen. Bijvoorbeeld dat. Dat is gewoon tijd voor mezelf, toch? Ja. Maar ik heb dat never. Je zegt gewoon, het is belachelijk. Terwijl gewoon, eigenlijk is het gewoon quality time voor jezelf. Door zoiets te doen, laat je ook aan jezelf zien. Ja, maar ik denk ook gewoon van, bijvoorbeeld, er is een activiteit of zo die ik heel hard vind of zo. Maar om daar alleen naartoe te gaan, voel ik niet. Want je weet toch, ik moet met iemand gaan en dan gaan we daarheen of zo. Begrijp je wat ik bedoel? Dan ga je toch met iemand soort heen? Van voetballen of zo, je weet toch. Laatst ging ik wel alleen voetballen, bij zo'n pleintje. Voorheen dacht ik nooit van, oké, ik moet daarheen met mezelf. En ik accepteer dat. Altijd dacht ik van, oké, als ik ga chillen, moet altijd met iemand zijn. Ja, maar ik kom nu vaker in die van, oké, solo, bla bla, je toch. Soms is het zelfs chiller om dingen alleen te gaan doen, man. Wat ik ook heb, ik smoke. Dus nu probeer ik gewoon solo te smoken en shit. En ik fuck ook wel met dat of zo. Want dat zie ik dan als een me-time of zo. Is het ook? Ja, well, yeah. Let's move on. Oké, okay, oeh. Wat betekent ontspannen voor jou? Thee drinken. Oké, okay, valt in dezelfde categorie toch? Wat ik net echt zei. Ja. Ik heb de al beantwoord. Wat zei je nou net? Gewoon wat waar we net langs liepen, Spaarndammenstraat. Dan ga ik gewoon daar gewoon bij een terrasje zitten en thee drinken, man. En dat zie je als ontspannen. Dat zie ik gewoon maar als. Maar dat valt gewoon onder die strand liggen, me time shit. Dat is ook ontspannen, man. Maar alleen strand is soms ook wel chill, stress. Hoezo? Van, ik weet niet, man.
Laatst ook met de hitte golf, dan wordt het warm en dan heb ik gevoeld dat ik naar het strand moet gaan. Ja. Dat ik iets leuks moet gaan doen, dat ik allemaal shit moet gaan regelen. Klant, chap, moet ik strandlaken fixen, chaps gaan regelen, drinken fixen. Is hoofdpijn, man. Is hoofdpijn, man. Maar ik was ook één dag strand met een paar matties en toen hadden we gewoon helemaal niks geregeld. Ging gewoon naar het strand, gingen we gewoon zwemmen. Oh, fuck, en dat was gewoon veel chillen, man. Maar als je helemaal gaat uitplannen van ik heb veel dit, ik moet helemaal een pakket worden, dan ga je alleen maar stressen. Dat is niet eens meer ontspannen, man. Maar hoe ontspannen door Wiri, dus door Loud? Hoeft niet. Nee, toch? Ik heb nu ook... Met jezelf. Het is wel ontspannend, maar ik denk niet van oké, ik moet niet echt ontspannen. Ik heb nu ontspanning nodig, laat ik dat doen of zo. Tenminste, dat heb ik nooit van. Ik heb nu veel stress, ik moet ontspannen, laat ik dit doen. Jeet toch? Kijk, nu, ik doe elke dag die cross trainer shit en dat is ook een soort van ontspanning. Want jeet toch, hoe ik net ook zei, een dag moet voor mij productief zijn. Ook al voelt dat niet als productief, ja, is het wel productief. Dus daarna voel ik me wel van ik zit covered in de zweet. Voel me nu goed, want ik heb dit gedaan. Eet toch? Ontspannende vibes. Maar ik denk, zeg maar, is het dan achteraf meer ontspannen of tijdens? Nee, achteraf. Ja, maar tijdens ook wel gewoon. Ook al is het soms... Luister je ook pokus tijdens? Sowieso. Ja, man, dan is sowieso chill. Dan sport sowieso. Als je pokus luistert, is belangrijk. Keel, zonder pokus voelt koude weird. Ja, man. Oh ja. We moeten door, hè? We moeten nog veel. Boyos. Maar antwoord gewoon snel. Oké. Kies je voor uitgebreid ontbijten of uitgebreid dineren? Uitgebreid ontbijten sowieso. Ja, gaat wel hem, man. Ja, man. Want dan heb je ook die, ik zit nu vol en ik kan de dag aan. Precies. En dat je soms zo, sorry man, maar soms heb je zeg maar zo uitgebreid ontbeten dat je gewoon weer naar bed gaat. Je hebt zo, die ontbijt was zo hem, tenminste die heb ik. Ja, die ontbijt was zo hem dat ik gewoon weer moet gaan liggen, man. Maar ja, next one. Wie is een voorbeeldfiguur voor jou? Chief Keef sowieso, man. Chief Keef is zo'n boy. Ja, voor mij is Chief Keef wel meer dan Soulja Boy, man. Soulja Boy is ook nog dom. Chief Keef is gewoon rustig nu, toch? Als ik kijk naar Chief Keef's Libby nu, dan denk ik van shit, hoe heeft hij het gefixt? Als ze Matty zijn didden, als ze op zijn dood. En deze guy chillt gewoon ergens in de heuvels, gewoon daar in LA. Gewoon rustig gamen. Soms een beetje pokus maken, een beetje clippen in zijn mansion. Kill hij flex, man. En gewoon, het is niet... Ja, het hoort niet zo te zijn, man. Als je kijkt naar waar hij vandaan komt. True. Move on. Move on. Maar wie is jouw voorbeeldfiguur dan? Soulja Boy misschien. Chief Keef ook wel. Maar ook wel gewoon Barış Manço en shit. Hij is overleden nu omhoog. Maar je toch? Wie is dat? Zijn spirit. Zo'n Turkse zanger. Mm. Met zo'n snor en shit. Yeah. Maar zijn spirit was gewoon koude positief en shit. Mm. En sowieso Lil B, de base card, heet toch? Gekke positive guy en shit. Maar in ieder geval, gewoon zulke mensen is wel inspirerend. Durf jij je dromen te volgen? Oh. Beantwoord, jij bent eerst. Ja, die is wel diep, man. Hangt vanaf wat je ervoor moet inleveren, man. Als je er gelukkig van wordt, tijdens het volgen, dan zou ik... Zeker mijn droom volgen, maar als ik tijdens het volgen van mijn droom niet gelukkig ben, dan ja, ik het wel. Heb je nu een droom? Nu op het moment een echte droom van ik wil dat echt bereiken. Ja man, en daar ben ik eigenlijk wel mee bezig. Sterk. Ja. En jij? Wil je dat ook zeggen of? Oh, wat ik, of ik het was? Ja, ik wil gewoon mensen helpen man. Gewoon mensen die, die denken dat ze in een hopeloze positie zitten. Sterk. Gewoon echt willen helpen man. Gewoon hun ogen willen openmaken van het hoeft niet, je hoeft niet heel sad te zijn, zeg maar. En er is altijd gewoon een deur open. Er is altijd wel een weg, man. Ook al denken dat het echt niet zo is, er is altijd wel een weg. Sterk. Sterke message ook. Wat was jouw vraag, oké? Durf jij je droom te volgen? Sowieso. Ben ik nu mee bezig. Je ziet aan me. Ik heb niet gevolgd van wat de stereotype Turkse guy is. Je weet toch, ik ging uit de box. Uit die box. Je feel me? Bezig met mijn eigen persoonlijkheid te positiveren of zo. Ja. Je weet toch? We live in life, we doing everything we can do to become greater than we are right now. Ik vind die nice, man. Wow. Wat kan jou echt ontroeren? Ik begin. Oh ja, het is zo fucking awkward dat je die vraag stelt aan jezelf. Maar je hebt gelijk, jij begint. Nee, maar het is toch ook basically van, je doet dit in de... Ja, maar je tegen, ja, en dan beantwoord je altijd voor jezelf. Je hebt niet een mattie naast je die... Nee, klopt. Je heet toch? Dus, maar wat mij echt kan ontroeren, denk gewoon life. Gewoon de wereld. Hayek wel, man. Maar dat is wel heel breed. Ik bedoel, je hebt voor alles in de wereld wat je kan doen. True, je hebt koude veel mooie meest? Shit. Je hebt koude veel mooie shit, maar de slechte shit breekt mijn hart koude echt. Gewoon ruzies en shit. Jij toch, corona en shit ontroert mij. Ik overdrijf, maar het ontroert me. Nee, maar het is wel waar, man.
Ja, wat mij ontroert is gewoon... Kijk, ik hou echt van drillpokkoes, toch? Damn. Ik hou echt van drillpokkoes. Ook gewoon van nu, van die drillpokkoes. En toch ben ik even sad wanneer er iemand in die scene wordt gepopt of zo. Of wordt gejuked. Maar dan denk ik van, ik support het wel door het een play te geven, man. Dus het is ook fucking hypocriet wat ik doe. Ik vind die bars hard, ik vind die pokkoes hard. En ik geef het een play, ik geef het een extra view. En die mensen die die pokkoes maken denken ook van, ik word gezien. Dus ze gaan het gewoon blijven maken. En toch word ik wel sad afgelopen week gewoon... Van die mensen die er allemaal doodgaan en shit. En het is ook gewoon belachelijk eigenlijk, man. Maar dat ontroert me wel. I feel you. I feel that. Ook gewoon in Amerika shit. Rest in peace, FBG Duck. Is ook gewoon sad, man. Smoking on duck pack. No, man. Bro, come on. Hij is dood, man. Hij is dood, man. Move on. Oh ja, move on. Maar, rest in peace, Capo. Ja, rest in peace, Capo. Rest in peace, Duck. Rest in peace. Blood money. Blood money. Zonder welke drie dingen kun je niet leven? Drie dingen. Matties zijn wel belangrijk, man. Anders ga je eenzaam voelen. Chaps. Gewoon goede chaps. Fucking belangrijk. Anders word je emo. En ja, is fucking cliché, man. Wat ik nu ga zeggen. Maar Ot. Ot is belangrijk, bro. Ot is belangrijk, man. Het is belangrijk, man. Zonder Ot, kom op, man. I feel that. Ot is wel belangrijk. Ook heb je niet veel Ot, je hebt gewoon stabiele Ot nodig. Echt wel zo. Ja, maar anders is het gewoon hoofdpijn, man. Fix gewoon stabiele Ot. Doe niet veel Ot te fixen, maar fix stabiele Ot. Wat was de vraag weer? Zonder welke drie dingen kun je niet leven? De eerste, love. Oh, love. Oh, ik was die vergeten. Ik voel het weinig, ja, maar je toch, ik weet... Love is belangrijk. Geweldig. Toch? Dat is één. En tweede, rust. Rust, oh mijn god. Bro, je bent aan het preachen vandaag, man. Je filmt me. Rust, bro. Ik weet nu niet wat ik kan zeggen om hetzelfde level. Want je bent nu wel gewoon love begrijp en je? Rust. Dan heb je wel gewoon echt gewoon... Hoe ga je dat overtreffen met die derde dan? Ja, jij moet het zeggen. Ik weet niet, man. Elektriciteit. Want je moet... Ja. Voel het te geforceerd. In ieder geval fuck the shit. Welke alledaagse dingen maken jou gelukkig? Bruh, you already know, cross trainer maakt mij gelukkig. Alledaagse, toch? Ja, man. 65 dagen back-to-back, 10 kilometer. Swag. Ja, man, 75 kilo nu, man. Sterk. Ja, man. Ik ben hier met deze dikzak. Ja, man. Ik ben gewoon dikke, man. Oké, even kijken. Ja, man. Oké, alledaagse shit wat jou gelukkig maakt. Chaps, als ik record. Ja, chaps, man. Pindakaas. Ja, man, chaps, man. We hebben nog 6 te gaan. Laten we gewoon een beetje sneller gaan. Welke kans wil je nog eens grijpen? Kans, man. Hoe kan ik dit snel beantwoorden? No, man. Eigenlijk alle kansen die ik heb weggegooid, die hoef ik niet meer terug. Eigenlijk. Maar heb je niet een clip gefixt voor... Iemand waarvan ik... Topnotch-achtige shit. Of een clip geweigerd of zo. No, man. En qua clips, ik heb wel gewoon gedaan wat ik wou doen. En, ja... Of qua school of zo. Bro, nee, man. Ik heb wel spijt van veel dingen, maar... Het is wel een beetje aparte vraag, man. Ja, het is ook moeilijk. Welke kans zou jij nog eens willen grijpen? Kijk, ik denk ook gewoon van de kans die ik heb genomen of zo. Heb ik wel goed gedaan, want hoe ik nu ben, ik denk niet van shit. Nee, precies daarom. Dat heb ik echt opgevolgd, zo denk ik niet. Precies dat heb ik. Dus ik heb niet zo'n moment. Dat is gewoon een antwoord. Fuck it. Ja, fuck it, man. We zijn gewoon stabiel, man. Wat is een goede eigenschap van jou? Jij moet hem zelf. Ja. Ik dacht ook van, zeg gewoon, als jullie jouw ding, dan ga ik mijn ding daar maar zeggen. Maar je hebt een goede eigenschap van jou, van mij, is gewoon doorzettingsvermogen, je toch? De YouTube bijvoorbeeld gaat niet te hem. De muziek maar blijven gaat doorgaan. Niet te hem. De weight loss gaat wel niet. Hem. Gaat wel hem. Wel hem, maar niet as much as him that I would like. Maar daarom die doorzettingsvermogen, je toch? We gaan door. Als je net zo deed, we gaan door. Life goes on en je toch, goede eigenschap, doorzettingsvermogen, swag. Wat is een goede eigenschap van jou? Ik denk, ik ben nu best wel structureel, zeg maar. Gewoon, ik ga echt lekker op structuur en wil dat ook altijd aanhouden. Als ik gewoon, ik weet niet, dat is een eigenschap toch, structureel zijn? Natuurlijk. Ja, man. Gedisciplineerd wel. Alright. Ik ben wel gedisciplineerd, man. Wanneer je voor het laatst trots op jezelf was? Ik was vandaag nog trots. Ja, of wat? Ik heb 10 kilometer vandaag gedaan. Oh, ja. Om 10 uur 's ochtends. Dat is fucking goede eigenschap. Of trots is shit. Jeet toch? Dus ja. Ik denk nu wel. Nice, man. Trots. Ja, ik was laatst echt trots toen ik die jollof had gemaakt, man.
Donderdag. Ik heb, ja, donderdag. Dus 2 dagen geleden. Ik heb echt veel mensen die pika van Need Your Love gestuurd. Van, ik wil echt complimenten van mijn bro. Sterk. Ja man, ik was trots. Hey, what the fuck? Was het dubbel, hetzelfde? Nee. I fuck with the vision, Pickwick. Mijn vraag net was, wat is een goede eigenschap van jou? Mijn vraag nu is, wat is een gekke eigenschap van jou? Letterlijk gekke. Een gekke maar eigenschap. Je moet niet denken gek als in gaande. Denk gek als in... Gewoon, ik had het laatst met een vriendin erover... ja, ik heb gewoon van die aparte dwangen, man. Ik heb echt gewoon van, shit dit moet doen, zeg maar, voordat ik ga chappen bijvoorbeeld. Want ook al moet ik niet pissen bijvoorbeeld, dan moet ik gewoon pissen voor het chappen bijvoorbeeld. Omdat ik me zorgen maak van, hé, moet ik pissen of moet ik niet pissen? Ik wil gewoon 100% van die chaps genieten, toch? Dus ik moet op alle, en ik ga ook, is geks, want soms chap ik in de avond en dan ga ik daarna pitten, maar ik moet deel spuiten voordat ik ga chappen. Voordat je gaat chappen, deel? Ja, maar ik heb gewoon meer rare shit, maar ik houd hierbij, want anders ga ik gewoon draaien. Ik heb gewoon hele, ik heb ook ritueel voor het chappen gaan, man. En dat is denk ik mijn gek eigenschap. Ik kan moeilijk dingen loslaten, man. Want als ik dat niet zou doen, zou ik niet genieten van mijn chaps. Ik zou de hele tijd denken van... Hoe bedoel je dingen loslaten voor je gaat chappen? Als ik nu zeg maar een lekkere bord... En dit is meestal wanneer ik in mijn eentje ben, wanneer ik met andere mensen ben, kan ik het wel loslaten. Yeah. Maar als ik in mijn eentje bijvoorbeeld een gekke burgerchap of zo, en ik heb het helemaal opgewarmd, het zat op mijn bord. Je bent ready to eat of zo, basically. Dan moet ik gewoon, dan ga ik denken van, oh shit, ik moet eigenlijk nog deel spuiten. Ik weet niet waarom ik denk, dat denk. Ik weet niet waarom ik dat denk. Ik weet niet waarom ik dat denk. Of ik moet nog misschien naar de wc. Ook al moet ik niet echt naar de wc. Ik ga gewoon naar de wc gewoon om alles eruit te persen. Zodat ik gewoon stabiel voor die burger zit. Dat is wel gek. En ik heb ook, ja, en dat zijn ook nog andere dingen, man. Maar ik houd hierbij, man. Anders vertel ik te veel. Misschien vertel ik het wel off-camera, man. Kijk, ten eerste, je beantwoordt mijn vraag als eerst. Bedankt daarvoor. Alweer. Maar wat mijn gek eigenschap is... Ik weet niet, man. Je hebt zo lang gehad om na te denken. Ja, daarom. Ik weet niet. Gek eigenschap. Want wat is gek? Een apart, kijk, die was van jou is gewoon echt gek. Kijk, waarom ga je deo spuiten voor je? Ja, heb je niet, je hebt sowieso ook zoiets, man. Ja, vast wel, maar je toch. Je bent er niet van op. Oh, je hebt wel één gekke trouwens, maar ik weet niet of je die op Kenny wilt. Je kan gewoon zeggen, man. Je kan eruit. Maar gewoon, dat heb ik nog nooit bij Matt gehad, die gewoon echt met een flesje water naar de toilet gaat. Ik wist ook dat ik dat niet zeggen. Maar je weet toch, ik claim dat met alle trots. Ja, dat is wel gewoon, ja. Dus, ja, die heeft ook wel een ding, hoor. Kijk, de gekke eigenschap misschien dan is gewoon de manier hoe ik mijn kont schoonmaak tijdens het poepen en shit. Moet maar ook, maar kijk, dat je dat thuis doet, maar je neemt gewoon flesje water gewoon overal mee. Je begrijpt niet hoe vies ik me voel als ik geen water heb om het schoon te maken, weet je. Ja. Kill met wc-papier, only wc-papier, ik voel me koud vies. Want je toch, die juice is daar nog. Ook al je met de... Kijk, ten eerste, als je hebt gepoept en zo, je hebt je ding gedaan. Je gaat je hand toch wassen met zeep. Ja. En met water. Waarom niet met wc-papier ga je gewoon zo doen? Dat is een goede vraag, man. Wow, ja, ik weet niet, man. Ja, maar kijk, aan de andere kant, je gaat niet alles vastpakken met je ass, toch? Je schudt handen en zo, je gaat koken met je handen. Ik bedoel, mensen gaan dat niet met hun ass doen. True, maar bij wijze van spreken, je bent in een douche, je pakt niks vast met jouw voet. Maar je wilt toch wel dat je voet schoon wordt als je onder de douche bent. Dus ja, je wilt dan toch wel dat jouw fucking kont gaat schoon is. Ja, maar dat maak je ook schoon tijdens de... Ja, maar ik voel alsof dat niet fully schoon is. Oké, fuck it, volgende vraag. Is dat de laatste? Er is nog 2. Hij eindigt bij mij, want ik had net deze. Wat dit? Damn, ik schrok. Wat stel je altijd uit? Ik weet mijn antwoord. Ik stel denk ik niks uit, man. Ik probeer alles zo snel mogelijk. Damn. Behalve als ik echt al te veel op een dag heb staan, dan schrijf ik bepaalde dingen door. Maar ik probeer wel gewoon direct alles direct te doen. Daar ben ik er vanaf. Ai. Ik stel altijd het opstaan. Want jeet toch, ik word misschien 9 uur wakker, 11 uur sta ik op of zo. Bij wijze van spreken ook. Ik ga te, hè, maar jeet toch. Of ik word wakker en dan ga ik gewoon verder slapen. Ik denk gewoon, ah, laat gewoon verder slapen of zo. Zo ben ik. En dat stel ik uit. En de laatste vraag van deze Q&A shit, dat was gewoon de 1 leg, bedoel je. Ja, er was nog eentje, dus de laatste. Laatste vraag. Dat jullie begrijpen wat dit voor staat. Ja, ik begreep het niet. Maar jeet toch, wat is jouw lievelingsplek? Mijn lievelingsplek is
Misschien wel mijn lievelingsplek, maar ook de plek die ik haat of zo tegelijkertijd. Die heet Love en Hate. Dat is gewoon mijn eigen kamer. Ja, maar het is gewoon mijn comfortzone. Maar ik kan ook te lang in die kamer zijn of zo. Weet je toch? Ik voel me wel beter als ik gewoon ergens heen ben gaan wonen. Nu ben ik in Amsterdam. Dan kom ik terug in mijnzelfde kamer. Dan denk ik wel van, ah, gelukkig ben ik hier, maar ik ben ook blij dat ik weg was. Ja. Bij wijze van spreken. Dus ik wou, ja, nu klinkt het alsof ik je nadoen, maar... Maar mijn eigen osso, als come ik... Come on, G, als waarom ik, neem me na? Oké, los van mijn eigen osso, Dan gewoon, Ik weet niet waarom. Ga ik ook beantwoorden straks. Ik weet niet waarom, maar gewoon als ik in Ali ben, man. Ik ben blij dat ik hier woon, zeg maar, in het centrum van Dammy, maar wanneer ik in Ali ben... Centrum van Amsterdam, voor degene die het niet weet. Ja, centrum van Dammy. Amsterdam, voor degene die Dammy... Oh, Dammy. Iedereen weet toch wat Dammy is? Of niet, jouw kijkers niet? Oké, Dammy is Amsterdam. En maar Ali is Almere. Wanneer ik in Ali ben, dan voel ik me wel echt even osso, man. Dan voel ik me echt... Ook al ben ik in Amsterdam opgegroeid... Ali voelt als osso, want gewoon mijn mooiste jaren, Huh? Ben je hier opgegroeid? Niet in het centrum van Dammy. Nee, maar gewoon Amsterdam dus. Ja, wel in Amsterdam, ja. Waar dan? Belmer. Daar ben je gewoon echt opgegroeid? Daar, tot mijn 15e. En ik dacht gewoon Almere. Je was... Ja, ik ben ook wel echt Ali boy, want echt mijn mooiste jaren vanaf 15 tot 20 woonde ik wel in Ali, man. Dat waren wel mijn mooiste jaren. Sterk. Ik bedoel... Ja. Dus Almere is dan jouw lievelingsplek? Kijk, als ik Ali ben, dan voel ik me osso. Ik voel me osso Ali. Het is dying in Ali, maar gewoon die vibe gewoon. Die dying vibe gewoon van eier, die rust en... Ja, maar ik voel dat... Ik heb dat ook wel met Enschede, denk ik, wat je net hebt gezegd. Ja, maar het is dying in Enschede, maar je voelt je wel het osso in Enschede. Snap je? Maar mijn variant van dat is ook wel Turkije gewoon. Mijn stap in Turkije, want dan voel ik me wel gewoon meer geaccepteerd of zo door de mensheid. Ook al ben ik de aparte guy, heet toch? Maar ja, ja. Qua ras of zo... Ben ik meer geaccepteerd daar, denk ik. Ja. Staan Turken vaak te kijken van, oh, je zit helemaal onder de tattoos, je hebt zelf op je gezicht. Is dat een ding, zeg maar, van, oh shit. Ja? Ja? Kijk, ik was 2011 of zo, of 2015 bedoel ik, was ik in Istanbul toch. Maar toen, ik had gewoon dreads. En ik liep gewoon langs zo'n kleine jongetje en hij zei gewoon van, oh, kijk die haren. Gewoon, ik hoorde dat gewoon zeggen. Misschien vond hij het cool, of? Nee, maar het is wel een apartheid of zo die ik had toen. Van, hé, toch, ah, look at him. Grijp je. Dus dat was wel iets wat ik had. En nu met tatoeages is wel meer aan het normaal worden in Turkije. Maar je toch, de tatoeages en shit wordt wel raar gezien en zo. Maar is wel gewoon cool. Ja, maar kijk, als ik met jou gewoon door deze straat loop en zo. Gewoon, we gaan naar Turkse winkels en zo. Lijkt alsof, ja, alsof je wel die vibe hebt met die mensen die daar werken. Yeah. Ook al hebben ze nooit gezien. Is wel even die connectie. Ik heb die connectie niet met hem. Ook gewoon met die guy van net en ja, ik groet hem wel vaak, maar bij jou was het anders. Ik heb die niks. Het lijkt alsof je wel gewoon goed wordt geaccepteerd door de Turk. Door je dit, hoe je dit zegt, besef ik het ook juist. En I fuck with my people like that. Ja, ik bedoel, ik denk als je Ghanees was. Als ik als Ghanees zeg maar helemaal onder de tattoo zat, ook op mijn gezicht. Kijk, op mijn body maakt niet echt uit, denk ik. Maar Fissi, ik weet het niet, man. Het hangt er vanaf ook welke, wat voor Ghanees, man. Maar het... No offense, no racial shit. Het is bij jou minder zichtbaar dan bij mij als ik dat is waar. Bijvoorbeeld stel je fully blonde haren. Maar alsnog, zeg maar om het feit zeg maar, dat ik het überhaupt op mijn gezicht heb. En als, maar als je fully blonde haren had of roze haren of zo, dan zou je toch wel aparter worden aangekeken dan tatoeages en shit, lijkt mij. Tattoos is er wel erg, man, denk ik. Roze haar misschien ook wel. Kijk, blond haar, dat kan nog wel, denk ik, man. Blond haar, dat wordt wel eens gedaan. Yeah. Maar roze, ik weet niet, man. Dat is denk ik net als tattoos. Kijk, mijn ouders, zeg maar. Mijn ouders en mijn familie, zeg maar, zij zien tattoos echt als taboe, man. Niemand in mijn hele familie heeft volgens mij tattoos, man. Yeah. Niemand in mijn hele... Misschien mijn tante in Ghana heeft misschien een tattoo, volgens mij. Maar dat wordt niet echt gedaan, man. Niemand heeft tattoos in mijn... Bij mijn familie is wel gewoon... Mensen hebben tattoos en shit. Okay. Mijn neefje heeft gewoon hier koude grootte. Mijn tante heeft ook wel gewoon in de nek en hier en shit. Maar voor de rest denk ik ook niet echt iemand. Bij mij dan tenminste, ik ben de tatted up guy van de familie. Ze zeggen wel van wanneer ga je stoppen en shit, zet niet meer en zo. Maar hey toch, de boys stay here in ink en shit. Is het nieuw. Maar wat jij hebt met je familie, ik heb dat ook al terwijl ik gewoon een normale guy ben, toch? Maar ik heb dat al in mijn familie terwijl ik al gewoon heel normaal ben. Maar tenminste, waarom ben jij dan de rare guy? Gewoon het feit al dat ik gewoon oorbellen draag en gewoon dat ik gewoon
lange haar heb. Iedereen van mijn familie heeft gewoon kort haar. Gewoon alle mannen hebben gewoon platte koep. Gewoon overloop. Niemand heeft 1 centimeter haar. Ja, niemand heeft 1 centimeter haar, man. Alleen ik en mijn broertje, dus wij zijn een beetje de standaard. Jouw broertje ook is ook vlecht en shit. Ja, man. Ja. Sick. Hij heeft ook oorbellen. En wij zijn echt de enige in de familie die dat dragen. Sick. Dus we voelen het in zo'n familiebijeenkomstachtige shit, doen jullie dat wel? Gewoon dat die ook Ja. En op zulke bijeenkomsten, dan horen we het ook en dan zien we het ook gewoon van, ja. Maar aan de andere kant, kijk, we worden wel gewoon geaccepteerd. Hoe is jouw band met familie dan? Je wordt niet gewoon buitengesloten van, dat is die Divo. Nee, man, kijk. Daniel met zijn fucking oorbel en shit. Nee, man, ik voel dat niet, zeg maar. Soms wel natuurlijk die vragen, maar dan blijft het ook erbij. Ik voel me niet buitengesloten, man. Gek. Maar ja, ik heb dat ook totaal niet. Ja, ik voel gewoon goede vibe nog met familie, man. Bless, man. Hey, was een goede video weer. Dit was de Pickwick shit. Pickwick Q&A. Swag. We hebben deze fully beantwoord. Koude lange video, jeet toch. Shout out naar mijn brother Debo. Er komt nog een video aan. Swag in the Kitchen met Debo, jeet toch. Jullie gaan zien wat ik ga maken. Misschien is die video al eerder uit dan deze. Ik weet niet. Waarschijnlijk ga ik wel deze eerder online zetten. Maar jeet toch. Love naar mij. Love naar Debo. And we out. We closing. We ending the video. Maar wil je nog wat zeggen? Shout out naar iedereen. Drink thee. Blijf thee drinken. Blijf rustig. Pak je rust. We hebben geen refill gedaan. We hebben 2 theetjes gedronken. We gaan straks meer drinken. En ik ga nu lijpen. Oh nee, dit hoort er niet bij. Ah, rustig. ik moet niet zeggen dat dit niet jollof kan maken. Kan wel. Ik ga nu lijpen jollof maken. Maar dat jullie het weten was eigenlijk geheim. Swag. 8-5 Flame. Debo 1017 in this bitch. Ben je nog wel Debo 1017? Of zie je nu zelf als Daniel? Ik zie me gewoon als hoe mensen me noemen, man. Iedereen mag me gewoon noemen hoe die wilt. Nee, maar stel je klikt op een game en je moet je naam invullen. Oh, daar zet ik wel vaak Debo 1017, man. Nog steeds wel. Ja, ik schaak de hele tijd online en mijn tagnaam is wel Debo 1017. Sterk. Dus als mensen je echt willen vinden... Ja, vind me op chess.com. Chess.com. Dat is waar ik schaak online. Damn. Ja, als je me toevoegt op chess.com, Debo 1017, we kunnen potjes schaken, man. Show die aansteker ook. Oh ja. Nee, toch? Dat weten we. In this building. Ja, man. Zeg ze nog, like, reageer en abonneer. En als je dat niet doet, ben je gewoon een mogeltje. Like, reageer, abonneer. En als je dat niet doet, ben je gewoon een kank. Nee, ben je gewoon een mogeltje. Opnieuw. Like, reageer, abonneer. En als je dat niet doet, ben je gewoon een mogeltje. Swag.